Jullie reactie op Martrock. Zijn jullie blij om hier te staan? Ja, we zijn blij om overal te staan. Niet blijer dan ergens anders, hè? We spelen graag, hè? Dus ja, optreden is onze lust in ons leven, dus waarom zouden we niet blij zijn van hier te staan? Een stoute vraag. Zonder Eurosong hadden jullie hier dan ook gestaan? Oh nee, dan hadden we nergens gestaan. Eurosong was onze redding. Ik weet het niet. Ik weet het niet of we hier hadden gestaan of niet hadden gestaan. Misschien niet zo hoog op de billing. Mensen zijn plots terug wakker geworden en hebben door dat er eigenlijk toch nog wel rock en roll in België is en dat je daarvoor niet 700 jaar moet geslapen hebben en een drummer bij de kids spelen hebben, maar dat je gewoon ook zelf wel blijft doordoen. Wij zijn gewoon blijven doordoen, Hans en ik. Al die jaren gewoon blijven doordoen en mensen wisten dat gewoon niet en die zijn plots wakker geworden door Eurosong. Waarom hebben jullie Eurosong gedaan? Was dat een bewuste carrière-move? Oh ja, dat was een heel bewuste carrière. We hadden zoiets, we moeten echt iets doen. Allee ja, we hadden de rockrally, ja, dat, nee, dat is toch wel... eigenlijk hebben we Eurosong gedaan zo van... het is mij ooit eens voorgesteld geweest, ik heb heel hard gelachen toen. En hij is dan met blad uit het laatste nieuws, hè, want dat is altijd het laatste nieuws, Mark Koenigrek. En met een blad zo van, ja, de... kandidatuur, allez, je kunt je kandidatuur nog iets langer instellen. En hebben we gezegd van, dat nummer waar we aan bezig zijn, vorige repetitie, gaan we dat niet afmaken. En dat was Shout It Out, en dat hebben we dan afgemaakt en hebben we dat opgenomen en ja, ingestuurd. En dat was het eigenlijk. En dan, ja, van als we geselecteerd waren, hadden we zoiets van, ja, we gaan ervoor. We hebben maar dat was zoiets ons... van, kom aan, laten we ons amuseren, we hebben een goed nummer en laten we gewoon ervoor gaan. Daar kwam het op neer. En we hebben gewoon elke stap gepakt, zo van, oh, we zijn erdoor, oké, laten we de volgende ook maar pakken. En zo zijn we erdoor gefietst. We wisten het ook niet wat dat ging brengen. We konden dat niet voorspellen. We konden dat echt niet voorspellen, dat onze zomer zo goed ging maken. Dat wisten we niet. Ik bedoel, mensen zeggen natuurlijk, je komt met je kop op tv, dat doen we. En dan is het van, ja, en dan? Hé, zo van, ik bedoel, allez, we gaan een beetje laconiek doen, hè, zo een beetje ook de koelen uithangen. Hè. Maar eigenlijk... We hebben gewoon ons goesting gedaan en dat is ook binnen het VRT gebeuren. Mensen apprecieerden heel erg, want ze hadden plots toch wel aandacht van pers als Humo en Knak en zo, die plots over Eurosong schreven. Ja, want er deed iets mee, iets raars. Een echte groep. Niet Get Ready. Waar zit Shout It Out in de set straks? Op nummer 7, 8 denk ik. Ja, ergens zes, goed. Ik dacht 6, maar... Ja, ergens in het midden van de set. Speciale plaats? Nee, we moesten dat ergens plaatsen. We hadden zoiets van, je speelt dat nu als eerste nummer, want dan zijn we niet opgewarmd. Shout It Out mag toch wel even, mogen we even drive hebben. En uiteindelijk toe denk ik zoiets van, kom, het is maar een nummer van ons. En alleen één van onze vele baby's. Dus wat zouden we nu een speciale ruimte geven? De mensen geven er meer aan dan dat wij eraan geven. Wij hebben zoiets van, het is één van ons nummertjes, hè. Zijn jullie bekender in Duitsland? Ik heb een fansite van jullie gezien. Nee, niet meer bekender. Wij hebben heel veel in Duitsland gespeeld. Duitsland is heel groot, hè. België is heel klein. Hè. En Duitsland is... Je kunt dat niet vergelijken met België. Er is ook zo geen... Er is geen Londen in Duitsland of geen Brussel in Duitsland. Er zijn allemaal aparte entiteitjes. Elke... Berlijn, en je kunt in Berlijn veel of spelen, Hamburg, of Hamburg heel veel spelen, en in München kan niemand u kennen, dus wij hebben heel veel overal in Duitsland, way back in the days gespeeld, en mensen kennen ons daar, nu is dat ook al een ganse tijd geleden, weet dat nog mensen ons kennen en ons mensen graag zien. Maar we gaan nog terug, hè? We gaan nog terug naar Duitsland, sowieso. Natuurlijk. Zijn jullie een bejaarde groep? Nee, we zijn gekker. Nee, we voelen onszelf nog altijd heel jong. We zijn nog altijd met een gigantische missie bezig. Er is nog niemand die... We hebben nog geen opvolgers, dus wat zouden wij een bejaarde groep zijn? We zijn heel lang feitelijk, hè? Ja. We blijven eigenlijk doordoen totdat we de gepaste opvolgers gevonden hebben. En we hebben nog altijd niemand in zicht. Misschien onze eigen zonen. Onze eigen zonen of die zo. Die zullen pure rock'n'roll spelen, zonder kapzones, zonder regen naar... Kennen jullie echt niemand die nog maar een beetje... Zo goed is als wij? Nee. We kennen niemand die zo goed is als wij. Die zijn gestorven, dat waren de Ramones. En de Clash. Ja, jullie kinderen, hoe oud zijn die ondertussen? En zijn die misschien opvolgers in spe? Ik heb eentje... één. Eén van 12 en één van bijna 10. En ik weet niet wat de opvolgers zijn. De jongste speelt wat muziek, speelt bas, maar... Puccini. Die hebben wel goede muzieksmaak. En Hans heeft... Ik heb een zoon van 7.
Dus, we hebben drie zonen onder ons, maar of dat iets gaat worden met muziek, dat moeten zij weten. Ik bedoel, misschien kunnen we het nu niet aandoen om zo lang samen in dezelfde groep te zitten. Wij zijn ook al... We geraken niet los van elkaar. Onze naam doorgeven. Ja, wij geraken niet los van elkaar en dat is wel het probleem. Ja. Hoe druk was deze zomer? Oh, deze zomer is druk, maar relatief. We hebben ook congé genomen. Op een bepaald moment heb ik gezegd van, ja mannen, ik wil echt wel 14 dagen ertussenuit. Ik wil niet de ganse zomer van weekend naar weekend spelen. En dan is de rest van de groep ook samen op vakantie getrokken. Dus dat was grappig. Ik ging met mijn gezin, zij gingen samen. Dus dat is goed, dat is plezant. En de zomer wordt nog druk voor ons. Eind augustus is immens druk en september is druk en 11 oktober stoppen we gewoon. We hebben gewoon een stop ingelast omdat we een nieuwe plaat willen opnemen in december. We beginnen opnames in december en dan moeten we toch wel ergens wel stoppen. We kunnen niet blijven spelen tot de dag dat je studio ingaat. Naar waar zijn jullie op reis geweest zonder hem? Het zuiden van Frankrijk ook. Maar op vier andere plaatsen dan waar hij zat. Normaal dachten we nog wel eens samen te komen daar. Dus ik, Klaas en Tom en naar hem te rijden, maar dat was een beetje ver weg. We hebben gewoon eigenlijk gekozen voor de rust en de kalmte. Anders hadden ze sowieso geen rust geweest met hem erbij. Dus, eigenlijk mocht hij stiekem niet mee. Ja, hij mocht wel mee, maar liever niet. Ik had zoiets van, met ons goed drieën is genoeg feitelijk. Wat willen jullie nog zien op Martrock? De ijskast? In feite wil ik naar Creature with the Atom Brain zien. Maar die hebben nu gedaan, zeker? Ja, zo. Ja. Dus, ik heb er een stuk van gezien, tot hij belde. Oké, wel, amuseer jullie nog. Af en toe is werk gegeven. Af en toe moeten wij eens doen.